De medische zending heeft vandaag 2 vaccin-koelkasten ontvangen van de United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF. De overdracht vond plaats op het hoofdkwartier van de gezondheidsinstelling. De apparatuur is speciaal voor vaccinatieprojecten die de medische zending uitvoert in het binnenland. Edward van Eer, directeur van de instelling, is zeer blij met de koelkasten. De helpende hand vanuit UNICEF is volgens de directeur een geweldig gebaar, omdat de overheid tegenwoordig geen middelen heeft om deze belangrijke materialen zelf aan te schaffen. Tegenwoordig, in deze situatie is het moeilijk voor de overheid om ook dat stuk te financieren. Dus moeten wij als zorgverlener daar ook naar andere bronnen zoeken om dit stukje te kunnen financieren. In de UNICEF hebben we een hele goede partner, vooral op het gebied van vaccinatie gevonden. Omdat we voor het immunisatieprogramma op de verschillende polyklinieken in het binnenland, zoals u weet heeft de medische zending 56 polyklinieken, die vaak in gebieden zijn die niet voorzien zijn van stromend water, van elektriciteit. Maar toch moeten we die zorg daar aanbieden en vaccineren. Kan alleen wanneer het vaccin gekoeld is, ook daar op die plaatsen wanneer de ouders hun baby's, hun kinderen brengen of wanneer de mensen zelf gevaccineerd moeten worden. Dat gebeurt met vaccinkasten waarin vaccin wordt opgeslagen. En zoals ik al zei, er is niet altijd stroom aanwezig daar. Dus het bijzondere van deze kasten is dat het solar panel vaccinkasten die op zonne-energie werken. Sylvie Fouet, vertegenwoordiger van UNICEF, zegt dat haar organisatie graag goede projecten ondersteunt. Voor haar is de gezondheid van kinderen heel belangrijk. And then vaccination is important. Immunization is the first support after the birth and the milk that you receive to grow in a healthy environment. And the ambition is no one left behind, but also understand. In Interland, the coverage is roughly 60% to reach to 100%, hopefully. Yes, we hope. And what is good is then it's going to improve the access and the coverage. Sylvie Fouet van de UNICEF vandaag bij de officiële overdracht van 2 vaccin-koelkasten aan de medische zending. De apparatuur is bestemd voor de vaccinatiecampagnes in het binnenland.